legit. Hallo kijkers van Nieuwe Games, welkom bij deze nieuwe video. Dit is Minigames met Brian Dut. En vandaag heb ik echt een stomme stem. Daarom had Brian vrijdag de video even overgenomen, want toen was het nog veel erger. Yes. Maar toch wou ik weer met opnemen, want dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus, ja, precies. Brian, wil jij even uitleggen wat we aan het doen zijn? We gaan SG Hero spelen, dat is een andere vorm van Hunger Games. Maar ik heb alleen gehoord dat het heel vet is om te spelen, maar ik weet niet wat je moet doen. En ik weet het ook niet. Dus we doen gelijk het eerste potje gewoon even opnemen, omdat we dan kunnen zien. Dan kunnen jullie het gelijk ook misschien snappen. Ja, precies. Be nice in the chat. No teaming. Don't abuse glitches. Don't hack. Respect others. Maar dus we mogen wel teamen. Ja, team is wel... wat gebeurt er? Je moet 10 seconden wachten. Oh, wacht. Oh, je zit nu al hierin. Oh, nee, wat. Ja. Oh, hier, oh. Waar zijn de chesten? Ik zie geen chesten. Oké, Brian. Wacht, we gaan deze kant op. Ja? Oké, we zitten in het potje en er zijn ender chesten. En de map is gemaakt bij Team Nectar. Nou, gefeliciteerd. Ik vind hem niet heel mooi. Nou, ik ook niet echt, maar... Ik weet niet, ik heb nog niet... Daar zit wel een vet huiskraan. Maar ook vet van dat team. 7, 5, 4, 3... 2, 1... Rennen. Jij pakt de... What the fuck? Ik lek een beetje. Je mag je wapen niet in je hand houden. Ja, rennen, Brian! Oké, ik had 2 chests bijna geloot. Oh, shit. Rennen, Brian! Ja, ik sta naast je. Je mag... zult dat je gelijk een zwaard hebt. Nu, dat is wel eerlijker op zich. Oké, rennen, Brian. Ja, kom, we gaan hier rechts. We moeten gewoon eerst even weg. Ik heb links van je, gek. Gek, naar je binnen. Je kan niet doodgaan. Dat was bijna 3 minuten. Oh ja, dat was ik even vergeten. Wow, nu wordt de map wel mooi. Holy shit, dit is wel vet, ja. Cool. Dit is gewoon een dikke vliegtuig. Hier, kistje. Oh, echt? Oh, kijk uit, er zit ook van die gaten. Misschien dief je er wel heel ver in. Ik ga hier even kijken, want die... Ja, hier staat er een om de hoek. Ja, nice. En daar zit er nog een. Zo. Ik shotgun die. Hé, daarachter, daar. Oh, ik zag vuur. Ik zag ziek veel kisten. Ik heb crafting table, wat? Hier, volg, Brian. Ja, maar, ben je? Ja, maar niet normal chest, hè? Nee, kijk. Hier, ik heb een helmet voor je. Maar wacht, hier staat nog een chest. Oh, nee, die heb je al. Holy shit, ouwe. Ik heb stone sword. Lekker. Pak jij die, dan skip ik... Oh, er zit iemand in dat gebouw. Hier, wil je stone sword? Ik heb er nog één. Ja, oké. Zullen we hem omhoog gaan? Daar zit hij. Hij shift. Hij is hierin. Ik heb, hier. Kijk, zie je dat? Oké, ik wacht even, want nog niet te snel aanvallen, hè? Ik kan nog niet, anderhalf. Oké. Shift hier, dan gaan we wachten. Oké, wacht, we gaan achter dit gebouwtje. Kom. Oh, dit is wel... Waar ben je nou? We moeten nog heel lang wachten. Kom omhoog, kom omhoog. Waar stop je, Brian? Kijk dan. Kijk. Oh, ik ben die sneaky bitch. Oké, zo kunnen we ineens aanvallen bij als de 1 minuut voorbij is. Maar Brian, ik wil je heel erg bedanken voor het overnemen van mijn video. Nou, no problem. Ik had ook al gezegd, ik zei al van, Quinn wil heel graag opnemen, maar zijn stem werkte gewoon niet mee en dat best wel klopt. Nou kijk, hè, toen de vorige video, als ik toen zou opnemen, dan zou ik zeg maar 2 seconden kunnen praten en dan niet meer. Nee, precies. Dan moest ik weer even wachten. Wow, oh, er zit ook iemand. Er zit iemand. Kutzooi. Oh, maar hij wacht ook. Kom, we gaan 30. Ik zit vast, help. Je zit helemaal niet vast, ga gewoon lopen. Ik kan niet lopen, ik zit vast. Kutzooi, nee, are you for fucking real? Je moet me beschermen, hè. Ja, maar ik weet niet hoe het werkt. Hit me dus uit, sla me dus 1 keer zachtjes uit. Niet met het zwaard. Moet me maar zo... dat kan niet. Ja, zo meteen, of 8 seconden, want dan zit ik hier vast. Volgens mij word je getp. Ja, ik weet het ook niet, ik ken het ook niet. Ja, we worden getp'd, wat is dit? Oh. Huh? Wow, dit heb ik nog nooit gespeeld zo. Tegen wie speel ik? Tegen wie? Dit is wel vet. Wow, ik heb ziek veel hartjes. Maar gast, als wij nou tegen elkaar spelen... Oh nee, ik speel hier tegen iemand van Zelda. Ja, ik speel wel tegen Haksel Kakok. Mijn heet Bloops. 2, 1, good luck. Wij staan gelijk. Ja, ik ga deze ownen. Ik ben dood. Ik ben dood. Nee, echt serieus? Ja, hij was heel goed. Brian, ik ga je tippen. Ik ga kijken bij jou. Ja, oh, je hebt hem! Lekker! Zo, en nu? Oh, nu komt de final deathmatch, lol. Wat is dit voor spel? Ik heb heel even mijn webcam een beetje verplaatst. Hallo! Ah. Hey Brian, waar ben je nou? Ik ben nu bij de final deathmatch. Oh, ik ga kijken. Dit ga ik sowieso kapot hard verliezen. Ik ga gewoon wegrennen. Ah, er zitten allemaal mensen naast je. Heb je al je armen aan wat je hebt? Hij komt achter je aan. Rennen, Brian. Ik zweer het, ga rennen. Oh, niet in het vuur. Brian wordt ingevallen. Brian gaat dood! Rennen, Brian! Lekker. Goed zo. Brian, lekker. Lekker. 2 man in de brand. Wrecking time, bitch. Yes. Hij gaat op je bogen. Nee, hoe kan dat? Ja, maken.
Ah, we hebben verloren, Brian. Yeah. Maar die is blind en ik ga verder met het verhaal. En hij is blind. Oh, het is hier een schep, maar normaal is het een hoofd volgens mij. Oeh! Ik lag soms een beetje, weet je dat? Oh, ik niet. Ja, ik heb wrecking time, bitch! Nee, maar kijk, hè, er is dus zo'n jongen en hij is blind en hij kan heel goed horen. Dus wat vleermuizen doen is, die gaan steeds een geluid maken. Ik ben gevallen. Niet dood, maar ik ben wel gevallen. Maar die maken steeds een geluid. Hoe noem je dat? Dat geluid is... Maar dat kunnen wij niet horen, maar dat doen vleermuizen. Nee, shit, ik ben naar beneden getiefd een heel eind. Ik zit nu op zo'n gele laag, de laatste. Ik ga verder met het verhaal. En vleermuizen doen dat dus, maar die jongen is blind en die doet dat dus ook. Zo... Lol. En dan kan hij de weerkaatsing horen van waar spullen staan. Dat is best raar. Ja, dat is best wel niet heel interessant of zo, maar ik heb dat geluid zo'n beetje. En zo, nee. En zo gebruikt soms hij geen nette woorden of zo. Maar in één keer ging hij zo'n heel grappig woord gebruiken die ik niet kende. Welke dan? Ja, dat weet ik niet. Maar dat was bij die vlog ruzie thuis voetbal. Ja, ik weet wat je bedoelt. Wat was het toch? Jij stuurde hem toen nog door. Ah, shit, ik ben ook dood. Maar ik weet niet meer wat hij zei. Oh. Ik weet het niet meer. Maar we gaan dus even naar iets anders. Oké, we zitten in een potje Block Party. Ik weet niet echt, denk ik, wat het is. Ik heb het vast wel een keer gedaan, maar ik ben het even vergeten. Hier zit wel in ieder geval iets vets. Dat heet uit Blocks. Ja, ik zal je vertellen. Je krijgt een, zeg maar een blokje vol. Of je krijgt een blokje in je hand. Dat zet een kleur op. En op dat stukje kleur, op dat blok kleur, zeg maar, daar moet je gaan staan. En doe je dat niet, dan val je van de map. En zo gaat het heet het sneller. Gaat de tijd heet het sneller. Maar heeft iedereen hetzelfde blokje? Ja, dus iedereen staat elke keer op dezelfde kleur. Dat is best wel leuk. Ja, maar je moet dus ook uitbreken dat het zomaar mensen volgt. En in de eerste 3 rondes zijn denk ik al wel 5, 6, 7, 8 mensen weg. Op een gegeven moment gaat het zo snel echt. En dan op een gegeven moment is het gewoon rageverwekkend, zeg maar. Maar hopelijk gaat het goed. We beginnen over 3 seconden, dus wordt gezellig. Ja, ik ben wel benieuwd hoe lang jij het volhoudt. Want jij bent altijd zo'n ragebeer. Prepare to dance. Oké, je moet op op die goede blok staan, hè. Stop met rennen. Op de goede blok staan. Op de goede blok staan. Heb ik al gedaan. Oké, goed zo. Ik lag zo'n beetje toen. Een lightning. Waar staat die? Waar staat dat? Wat staat dat? Ja, een klein stukje. Ga erop staan, Brian. Ja, Emmer. Emmer. Ik lag steeds als er weer blokken komen. Ja, ik ook een beetje, maar dat is van de server. Oké, wacht. Dit is de... Welke is het nou? Oeh. Ben je dood? Soms zit er een lichtval in. Nee. Wacht, die zijn gewoon laag. Hier kun je gewoon kiezen. Brown. Snel, Brian, snel. Brian. Ja, Brian, achter je. Oké. Kijk, zie je dat het nu steeds sneller gaat? Green. Oh, snel. Ah, yes, we hebben het gehad! Kijk, het gaat nu steeds sneller. We zijn nu nog met 11 dansers. Oké, we zijn op de dansvloer. Oh, hier, we staan gewoon naast. Ja, ik ben erop. Lekker, Brian, goed bezig. Ja, we zijn er goed bezig. Als we dit winnen, dan kun je lachen. Maar de kans is zo super klein, want dan op een gegeven moment voel je zo goed en dan verlies je het. Maar ik sta op 1 blokje. Ik ook. Oh, kijk dan. Hallo. Hoi. Oké, lekker grote vlakken. Snel daarachter, Brian. Ik heb het gehaald. Nice. Ik ben dood. Huh? Ik dacht dat ik de goede had. Weet je wat ik altijd doe? Dan zet ik een blokje ernaast. Kan ik het zien. Oké, ik leef nog wel. Oh, er zijn nog 6 van die dingen. Kom op, Brian, je kan het. Nee, ik kan het niet. Niet zeggen dat ik het kan, want dan verlies ik. Dan voel ik een hoop. Brian, je kan het niet. Oké. En nu? Oh, wees goed teleurgesteld in mij. Ah, shit, ik kom de zee op. Ar. Waar staat hij? Oh, hier. Ai, een koe. Een zeekoe. Ik heb een kip en een paard en een koe. En een zeekoe. Ik heb een kip en een paard en een zeekoe. Nee, hoe kan dat? Ik stond gewoon op de goeie. Ja. Ja, hex of flex hoor, ik ben niet klaar mee. Oké, mensen. Maar helaas, we hebben verloren. Het was alweer het einde van de video. Ik vond hem heel erg leuk. Hopelijk vond jij hem ook leuk. En daarom wil ik vragen om een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En Brian, wil jij nog iets toevoegen? Maar dat ik wel respect voor je heb dat je met zo'n stem nog gaat opnemen. Dat vind ik, dat is wel even een stukje respect. Want ik zou dat niet doen. Nee, echt waar. Nou, ik zou het wel proberen. Maar dan zou ik waarschijnlijk heet het snoepje in mijn mond hebben. Of heet het drinken. Onder een paar seconden. Nou, oké, mensen. Tot de volgende keer. Later.